Alles goed? Ja, met jou? Ja, lekker man. Wat heb jij nou mee? Ik heb een lekker dessertje mee, een typisch Nederlands dessertje. Dus we gaan hem zo meteen pas openmaken. Ik ben eerst benieuwd naar jouw kookkunst natuurlijk. Kan jij wel bakken? Ik kan. Nederlanders, gooi gewoon alle Albert Heijn troep weg. Ga onder je trap zitten. En koop gewoon rijst bij de toko. Dat is gewoon veel beter. Koop een zak van 20 kilo, daar red je een jaar mee. En ik zie een klein beetje geld in het beste product wat er bestaat: een rijstkoker. Dat is het. Like! Ja! Oké, ik ga loempia's maken, zelf gemaakt. Super lekker. Ik ga. Rijst, wat jullie net hadden gezien dat ik had gekookt, die ga ik nog extra bakken. Door knoflook, ui, zout, peper, heel simpel. En dan ga ik ook gewoon boknoedels maken. Zie je zo meteen het resultaat. Zo, als jullie konden ruiken, die knoflook. Die stinkt nu al uit je mond. Zoveel. Lekker, lekker. Zo, het is etenstijd. De borden worden opgemaakt. Is een andere view. Wow. Ja. Bam. Chops, chops, chops. Lekker eten. Oh, je staat net niet in beeld. Dat maakt niet uit. Het gaat om mij, want mijn indruk. Het gaat om jouw reactie over. Dat gaat beter. Alles vers gemaakt. Tot de loempia zat niet. Het is wel een aanrader om dit gewoon even over je rijst heen te doen. Een klein beetje om te proeven. Het is pittige vis, wat was het? Vissaus met rode peper en citroen. Vissaus met rode peper en citroen. Gaan we dat proberen. Het is echt wel pittig. Valt mee inderdaad. Zo, de bordjes zijn leeg. Vertel eens even aan de rest van onze klas wat jij van de loempia's vond. Wat ik van de loempia's vond? Nou, de loempia's waren top. Waren loempia's met gehakt erin, lekkere vulling. Dus heel wat anders dan ik gewend was. Geef het een cijfer. Een cijfer, zeker wel een 8,5 wat ik voor de loempia's kan geven. Ja, ik geef geen hoge cijfer, sorry. Nou, hoge cijfers. Ik vind een 8,5 best netjes. Dit is een familierecept. Oké, 9 dan. Een 8,4. Zo, nou. Olly, bedankt voor het eten. Wat heb jij nou meegenomen? Oh, sorry, Olly, dan moet ik meteen denken aan die Feyenoord olifant. Dus dat is. Ik heb natuurlijk nog het dessertje meegenomen. Typisch Nederlandse. Dus ga je gang, zou ik zeggen. Hoppatee, grootmoeders appeltaart, helemaal zelf gebakken, laten bakken. Bijna op mijn knol. En dat hoort natuurlijk bij, ik ga gewoon even...